tweede helft was de koek op, hè? Ja, eerste helft was ook al zo dat ze van de 41 punten de 30 inside gemaakt hebben. En ik denk dat dat de ganse wedstrijd verdedigend wel een beetje een probleem was. Ja, en dan gingen ze van buitenuit ook nog binnen te schieten. En dat was de eerste helft niet. Schoten ze 1 op 8, als ik het goed voor heb. Maar wat dat Charleroi voor het ogenblik zeer goed doet, en dat zie je ook aan hun resultaten, is verdedigen zeer agressief. Ja, en dat was voor ons niet zo makkelijk. Verschil dan ook in de diepte van de bank, zeg maar, dat de spelers, hè, met name Dwayne Wilson, had ik het idee aan het einde dat hij ja, er toch echt doorheen zat. Nou ja, als je ziet wat. Ik heb het gezegd voor de wedstrijd, hè, het zijn allemaal jeugdinternationals. Die allemaal U16, U18, U20 gespeeld hebben. Die, vele daarvan hebben hun opleiding gehad, ook in de school bij Oostende. Ja, en dat zijn vooral zeer agressieve verdedigers. Hè. Als je kijkt, Botulli. Hè, Botulli is aanvallend. Hij doet niks verkeerd. En dat is een zeer atletisch, maar hetgeen die jongen verdedigend, de druk dat hij zet op de bal. En dat is natuurlijk... Ja, daar hebben wij het niet zo makkelijk mee. Maar we hadden het er al heel even over. Kijk, dat je verliest van Charleroi, dat is geen schande. De manier waarop is... Ik kan me voorstellen dat je daar niet heel happy mee bent. Wow. Ik zal zeggen nee, maar langs de andere kant moeten we ook realistisch zijn. Je moet eens kijken wat dat zij... Hoe dat zij naar een Kestelo-inside gaan, eerste helft... Als je ziet wat die jongen overal gespeeld heeft, welke stap dat hij nog kan maken. Als je ziet de fysieke kracht van een Kuta. En dan het atletisch vermogen van een kok die erop komt. En daarnaast nog een Schoepen en een Libère en die point guard. Dan moeten we ook realistisch zijn. Hè? Zij zijn nu in de Silver League aan het domineren. En ik zie eerlijk gezegd nu, de Charleroi zit ook in de flow, dat die nog heel ver kunnen geraken. Ja, zeker, want we hadden het er net al over. Zij zouden zeker niet meer staan in de Elite Colt, hè? Nee, daarom ook zeggen zij zelf, hè, dat voor hun een ontgoocheling is. Hè, dat zij dat niet gehaald hebben. Zij hebben een paar wedstrijden. Well, ik heb een hele goede relatie met de twee coachen. Een paar wedstrijden verloren met 2 of 3 puntjes. En dat heeft hun eigenlijk genekt. Hè, want het was tot de laatste wedstrijd, was de race tussen Leuven, tussen hun... Limburg zat daar ook nog bij. Maar zij hebben het niet gehaald. Paul, dan heb je 1,5 week, iets minder, hè? 1 week en 2 dagen om je op te maken voor Hubo. Merk je nou net in de kleedkamer het afsluiten ook, is dit een enorme domper voor je ploeg? Zit iedereen er verslagen bij? Ik heb de indruk dat mijn groep realistischer wordt. Ja, uiteraard probeer je te winnen en wil je winnen en wil je goed spelen. Hè? Maar je moet altijd rekening houden met de tegenstrever. En ik heb je ook gezegd, oké, morgen ben je vrij. Vrijdag een vorm van een cooling down practice. Hè? Want er zitten toch een paar jongens ook weer op hun tandvlees. En dan vanaf maandag naar die laatste wedstrijd tegen Limburg United, waar dat wij tot de laatste seconde hebben meegedaan. En daar moeten we ons aan optrekken. En ook optrekken aan die betere wedstrijd dat we gespeeld hebben. Maar ja, ik zeg het nog een keer. Ik vind Charleroi vandaag voor het ogenblik heel sterk spelen. Is dat ook de reden dat bijvoorbeeld Abrams vandaag een paar minuten kreeg? Omdat er echt een paar jongens op het tandvlees lopen? Well, ja, kijk, je ziet weer een rotatie minder. Hè, want je hebt Nesta niet. Hè. En die druk die dat er gezet wordt op onze guards. En zij moeten het... Want de eerste helft vond ik ons verdedigend nog niet zo slecht. Vond ik het goed. Tweede helft ging het naar beneden. Maar heeft ook te maken met, denk ik, fysiek. Intensiteit, fysiek. Hè. Zij hebben 10 jongens. En als men vervangt... Ja, je ziet, zij begingen met een kok op de bank. En zij begingen ook met een... Lambrecht op de bank, ja, dat zijn dingen die je hebt, oké. En je gebruikt dat zoveel te beter natuurlijk. Hoe vond je dat hij het deed, Jaro? Sorry? Hoe vond je dat hij het deed, Jaro? Maar Jaro, dat kun je kunt nooit iets zeggen over de inzet van een Jaro.
Paul, nog heel even volgende week vrijdag tegen Hubo. Ja, daarna begint crunch time, hè, de playoffs. De laatste strohalm, zullen we maar zeggen, om nog een mooi succes te maken. Dus hoe belangrijk is het dat volgende week vrijdag de kooi hier vol zit? Maar ik heb gezien dat hier toch enthousiast was hier op het platform. Er veel mensen waren die ik nog niet gezien had. Dus dat doet me heel veel plezier. Daar is een bepaalde vorm van ambiance. De groep die er ondertussen is. Maar ja, kom. Die blijven supporteren. Die blijven achter die ploeg staan. Dat is heel belangrijk. En ja, hopelijk zit vrijdag tegen Limburg, waar dat we denk ik een goede wedstrijd kunnen tegenspelen. Zit de kooi vol. En ik denk dat dat ook vertrouwen en een boost zou kunnen geven naar de groep toe. Naar dan de volgende wedstrijd in de playoffs. Dankjewel, Paul. Tot volgende week.